Hi guys, nou daar ben ik weer met een nieuwe video en deze video gaat over mijn nieuwe vriend. En ik heb al een video gedaan over een jongetje, heel in het begin ergens, over het spookhuis waar ik ben opgegroeid, het huis van mijn ouders, waar een jongetje altijd in de gang stond om mij aan het schrikken te maken. En het gekke is, dit jongetje lijkt bijna precies op het ventje wat ik altijd bij mijn ouders in de gang zag. En ik ben niet echt een poppenspecialist of een expert, maar het is een goed teken dat het lijfje zacht, het kopje is van porselein, het haar lijkt nu op de camera wat glanzender dan het in werkelijkheid is, want in werkelijkheid is het gewoon dof. Het is echt haar, dus dat is een goed teken. Echt haar, porseleinen koppetje, de kleertjes zijn oud, de handjes zijn ook van porselein, zelfs met nagels kun je zien. Schoentjes, dat is een beetje een Adidas-achtig toestandje wat daar, de voorloper van Adidas misschien. En dus de onderkant. Ik denk niet dat deze broek bij deze pop hoort. Maar dit is een leuk overhemdje, zo'n spencertje. En het grappige is, ik ben nou 46. En als je ouder bent dan 40, dan weet je dat jongens en meisjes er vroeger bijna hetzelfde uitzagen. Dus als je op de kleuterschool zat, dan was het moeilijk om te bepalen of iemand een meisje of een jongetje was. Het was een beetje een androgyn-achtige toestand. Waarbij jongens en meisjes gewoon op elkaar leken. Tegenwoordig zijn meisjes echt meisjes en jongens zijn echt jongens, laat maar zeggen. En vroeger op de kleuterschool was dat dus helemaal niet zo. Dus het zou zelfs een meisje kunnen zijn. Maar als je naar deze pop kijkt met 2017 ogen, dan ja, is het een jongetje. En ik vind hem zo schattig. Ik vind het echt super schattig. Zelfs nog een stropdasje erbij. Nee, die broek, die, ja, daar moet ik eigenlijk even wat aan doen. Maar dit soort drollenvangers, zo noemde je die broeken, waren vrij gewoon vroeger. Dus ik heb hem gevonden bij de kringloop voor 5 euro. En er waren nog meer poppen. Maar deze wilde per se meegenomen worden. En volgens mij is hij daar hartstikke blij mee. Deze poppen hartstikke blij. Moet je kijken, wat schattig. En de achterkant. En dan kan je zien dat het niet erin geramd is door een of andere vage naaimachine in de fabriek. Dus gewoon leuk. Echt leuk. En dat splintertje ook. En het doet me dus denken aan dat jongetje in het huis van mijn ouders. Mijn zoon zag hem op tafel liggen en noemde hem gelijk Chucky. Hij kwam naar me toe en zei, wat doet Chucky in godsnaam daar op de eettafel? Zijn naam is geen Chucky. Hij heeft nog geen naam. Als je zin hebt om hem een naam te geven, dan zeg ik van, nou, zet het in de comments. Dan hou ik er rekening mee. En als de naam bepaald is, dan doe ik er nog een video over. En als ik berichten krijg over wat er nou precies met dit ventje aan de hand is, dan doe ik daar ook nog een video over. Armpjes zijn ook zacht. Er zit een soort kapok in weer. Dus nou, al met al, super blij mee. Lief poppie. Doei!